Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, maar er zijn ook enkele opklaringen. Die zijn moeilijk zichtbaar, want het sneeuwdek zorgt ook voor een wit plaatje. Ook vanavond zien we nog wolkenvelden, vooral van het noordwesten via het midden naar het zuidoosten van het land. In het noordoosten is het kraakhelder, in het zuidwesten komen enkele wolkenvelden voor. Temperaturen gaan rap naar beneden en komen dan vannacht rond de min 10 graden uit. Sommige plaatsen dus strenge vorst, op de meeste plaatsen matige vorst. Blijft overal ook droog. Morgen overdag houden we de afwisseling van zon- en wolkenvelden, waarbij van het noordwestelijke kustgebied misschien een sneeuwbuitje van zee binnendrijft. In het noorden wordt het het minst koud min 1 graad, in het zuiden min 5. Vrijdag liggen de maxima tussen min -3 en min -5 graden, ook dan hebben we droog weer met van tijd tot tijd zon. Zaterdag is het ook nog koud, maar in de avond gaat het vanuit het westen waarschijnlijk sneeuwen. Zondag gaat de sneeuw over in regen en mogelijk ijzel, en dan gaat het dooien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.